de seizoenen van Meemee. Hallo daar, Meemee. Ben je klaar voor je dagje naar het strand met Olet? Nou, het is een prachtige zomerdag. Heerlijk warm. Oh, vergeet je zonnebrandcrème niet. Daar is Olet. Opschieten, Meemee. Oeh, die tas ziet er behoorlijk zwaar uit. Heb je echt alles nodig wat erin zit? Ben je er klaar voor? Oh, volgens mij is Meemee nog iets vergeten. Wauw, neem je nog meer spullen mee? Zo, klaar om te gaan. Huh? Is je nog steeds niet klaar? Wow, jij neemt wel ontzettend veel spullen mee. Volgens mij is Meemee eindelijk klaar om te gaan, Olet. Gaan! Op naar het strand! Oh, volgens mij is de auto te vol geladen om over de heuvel te kunnen. Meemee, ik denk dat je veel te veel hebt meegenomen voor je dagje aan het strand. Je hebt dingen bij je die je op het strand niet nodig hebt. Maak je geen zorgen, Meemee. Heb je hulp nodig bij het kiezen wat je mee wilt nemen en wat je achter moet laten? Helpen jullie Meemee te kiezen wat ze niet nodig heeft op het strand? Super! Aan de slag dan maar! Welke van deze dingen heeft Meemee niet nodig op het strand? De surfplank, de schaatsen of de strandparasol? Ja, heel goed. Meemee heeft de schaatsen niet nodig. Oké, wat heeft Meemee nog meer niet nodig? De slippers, de winterjas of de zonnebril? Precies! Ze heeft geen winterjas nodig. Daar is het veel te warm voor. Oké, als laatste. Wat heeft Meemee nog meer niet nodig? De strandbal, de wanten of de opblaasbare eend? Heel goed! Meemee heeft de wanten niet nodig. Die horen niet thuis op het strand. Super gedaan allemaal. Nu kunnen Meemee en Olet lekker van het strand genieten. Strand, strand. Olet gaat een lekkere frisse duik nemen. Ga jij ook het water in, Meemee? Meemee? Oh, zo te zien is Meemee heel moe geworden van het sjouwen van al die spullen. Tot de volgende keer allemaal. Dag! Yay! Olet de badmeester. Hoi Olet! Is iedereen veilig op het strand? Super! Oh, hey, wie komt daar aan? Het is Hoepa. Wauw, wat heeft hij veel spullen bij zich. Kijk uit waar je loopt, Hoepa. Oh! Olet gaat hem helpen. Hoepa is nog nooit op het strand geweest. En volgens mij kan hij wel wat tips van Olet gebruiken. Zullen we de veiligheidstips van Olet eens bekijken? Regel nummer 1. Smeer je altijd in met zonnebrandcrème. Regel nummer 2. Als je nog niet zo goed kunt zwemmen, draag dan een reddingsvest. En regel nummer 3. Zwem altijd tussen de vlaggen die op het strand staan. En zwem er niet voorbij. Wauw, nu ben je helemaal klaar voor een leuke dag aan het strand, Hoepa. Hoepa? Ben je, niet iets vergeten? Herinner je je de regels van Olet nog? Hoepa is Olets veiligheidstips al helemaal vergeten. Weten jullie alle regels nog? Laten we het lijstje nog eens bekijken. Oké, regel nummer 1. Smeer je in met zonnebrandcrème. Regel nummer 2. Als je nog niet zo goed kunt zwemmen, draag dan een reddingsvest. En regel nummer 3. Zwem tussen de vlaggen.
Super! Nu is Hoepa veilig in het water. Hoi, Olet. Is alles nog steeds veilig? Super! Mauw! Hé, hey, wat is dat? Het klinkt alsof er iemand in de problemen zit. Mauw! Olet kan niet zien wie er roept, omdat diegene te ver weg is. Wat kan ze gebruiken om te zien wie er hulp nodig heeft? Is dat misschien een megafoon? Een reddingsboei? Een fluitje? Of misschien een verrekijker? Kunnen jullie raden wat Olet nodig heeft om iemand te zien die ver weg is? De verrekijker, natuurlijk! Ja! Nu kunnen we zien wie er om hulp roept. Nee, met Pip is niets aan de hand. En Hoepa heeft het ook naar zijn zin. Hij zit niet in nood. Mauw! Aha! Het is Moe die om hulp riep. Oh, ze zit vast. Olet gaat haar helpen. Mauw! Goed gedaan, Olet. Op het strand is alles weer rustig. Hoi, Olet. Zullen we kijken of er niemand in gevaar is op het strand? Hé, hey, kijk! Moe en Pip hebben het erg naar hun zin. Hé, hey, en daar is Hoepa. Oh-oh, hij drijft weg van de kust. Hoepa! Hé, hey, Hoepa, kom terug. Je drijft veel te ver af. Oh nee, hij is in slaap gevallen. Je moet hem terug gaan halen, Olet. Olet schiet te hulp. Ze heeft iets nodig om snel bij Hoepa te komen. En dat ligt achter die handdoeken. Kunnen jullie raden wat het is? Bananen? Daarmee komt Olet niet bij Hoepa. Misschien is het een soort voertuig. Oh, neem me niet kwalijk. Wat denken jullie dat het is? Een jetski. Super! Een jetski is een soort brommer voor op het water. Cool, hè? Olet kan daar heel snel mee gaan. Olet schiet de hulp. Hey! Je was in slaap gevallen, Hoepa. Gelukkig is Olet je komen redden. Spring er maar op, Hoepa. Woehoe, dat ziet er leuk uit. Goed gedaan, Olet. Hoi, Olet. Wauw, wat is het warm, vind je ook niet? Daar is Hoepa. Wat heb je leuke spullen mee naar het strand genomen, Hoepa? Moet je al die mooie kleuren zien? Ga je even zwemmen? Goed idee, Hoepa. Daar koel je hopelijk een beetje vanaf. Oh-oh, daar gaan alle spullen van Hoepa. Oh-oh. Olet, Hoepa kan zijn spullen niet vinden. Kunnen jullie helpen zoeken naar Hoepa's spullen? Fijn, dan gaan we beginnen. Hoepa had een rode parasol. Kunnen jullie die zien? Daar is hij. En nu moeten we op zoek naar Hoepa's groene badhanddoek. Gevonden! En waar zijn Hoepa's roze slippertjes? Haha, wat super! Daar zijn ze! Wat heeft Hoepa nog meer achtergelaten? Oh ja, zijn coole zonnebril! Zien jullie waar die is? Hahaha, inderdaad! Meneer de Krab heeft hem! Goed gedaan allemaal! Hoepa heeft zijn spullen terug en Olet kan weer op het strand gaan letten. Olet, dienst als strandwacht zit erop voor vandaag. Bedankt, Olet, dat je op iedereen op het strand gelet hebt, zodat wij een hele fijne dag konden hebben. Zandkastelen bouwen, spelen met een strandbal, van de zon genieten en zwemmen in de golven. Oh, er zijn zoveel leuke dingen te doen, ik kan bijna niet kiezen. Hé, hey, wat vinden jullie het leukst om te doen op het strand? Op het strand, het is een mooie dag. Op het strand, waarvan alles mag. Op het strand, surf maar lekker veel. Op het
Wat een prachtige zonsondergang. Tot de volgende keer. Dag!